Hartelijk bedankt, Karien, Bas en Paul. Dames en heren, u heeft denk ik ongeveer 70, 80 sheets gezien. We hebben nu nog 20 minuten over zonder sheet. Ik ga nu kijken of ik de drie sprekers of de vier sprekers zo dadelijk, straks aan het eind vraag ik Richard Wilkinson ook op het podium, kan verleiden om hun sheets en hun data los te laten en toch wat te speculeren. En dat zal niet meevallen voor wetenschappers om te speculeren en te filosoferen, maar ik ga het toch proberen. We hebben drie verhalen gehad, strakke verhalen gehad over de situatie in Nederland. Ik wil langs drie lijnen de sprekers verleiden tot nog wat meer speculatie en reflectie. Heel kort even over wat is er nou precies aan de hand? Is dat erg? En wat moet er gebeuren? En aan het eind zal ik Richard Wilkinson vragen om op het podium te komen om nog even vanuit het perspectief vanuit de andere kant van het kanaal naar Nederland te kijken en ons een spiegel voor te houden. Eerst nog even over de vraag wat is er aan de hand? Als ik het mag samenvatten, de drie verhalen. Inkomensongelijkheid is eigenlijk niet zo'n groot issue. Dankzij de tweeverdieners en ons het dempende effect van de belastingen, de pensioenen en de sociale zekerheid. Het grote probleem zit hem in de toegenomen vermogensongelijkheid. En we zien ook dat de gezondheidsongelijkheid is groot en neemt ook toe. Als ik het even in drie zinnen mag samenvatten. Dus, dan gaan we beginnen met Bas van Wavel. Of eigenlijk liever gezegd met Paul de Beer. Paul, je had net drie verhalen. Je kon op drie manieren kijken naar die inkomensverschillen. Bas van Wavel heeft één duidelijk verhaal. We zijn naïef in Nederland. Terwijl we in Den Haag de afgelopen jaren ons voortdurend buigen over inkomensplaatjes, is achter onze rug om eigenlijk iets heel anders aan de hand, namelijk het vermogen. Dat is eigenlijk waar we op moeten letten. De vermogens zijn enorm toegenomen. Zijn wij naïef, Paul? Of is het verhaal van Bas te makkelijk? Nou, misschien zijn we niet naïef, maar zijn we meer zoals het bekende verhaal van de dronken man die de sleutel van zijn huis kwijt is en maar gaat zoeken onder de lantaarn, omdat hij daar tenminste wat kan zien. Kortom, we hebben al lang veel informatie over inkomensverschillen. Ze zijn wel heel imperfect, zoals ik heb geprobeerd te illustreren. En over vermogens hebben we veel minder cijfers. Dus je bent dan al snel geneigd, als je iets wilt zeggen over ongelijkheid, om dan maar naar de inkomensongelijkheid te gaan kijken. Terwijl je inderdaad die veel grotere ongelijkheid in vermogens dan buiten beschouwing laat. Hetzelfde geldt een beetje voor de topinkomens. Daar hadden we tot voor kort eigenlijk ook relatief weinig informatie over. Die komt nu langzamerhand wat meer beschikbaar. En dan blijkt ook dat de grote veranderingen, als die zich al voordoen, zich meer voordoen in de top. Maar zolang je daar geen informatie over hebt, ben je ook geneigd de aandacht te richten op het midden van de inkomensverdeling, waar veel minder aan de hand is. Dus het is denk ik meer dat het te maken heeft met de beschikbaarheid van informatie dan dat we naïef zijn, zoals jij het noemt. Nou, we zijn niet naïef geweest, maar we zijn dronken geweest, begrijp ik. Ja, zo zou je kunnen zeggen. Ja. We zitten allemaal alleen te kijken onder de lantaarnpaal waar we licht hebben. Ja. En dus als ik het goed begrijp, is jouw agenda voor de komende tijd eigenlijk dezelfde als Bas. Wetenschappers, maar beleidsmakers moeten eigenlijk zich veel meer richten op datavergaring en analyse van de vermogensongelijkheid in Nederland. Nou, ook, maar nogmaals, die top vind ik ook wel degelijk van belang, hoor, van de inkomensongelijkheid. Dus de topinkomens, daar hebben we nog steeds vrij weinig zicht op. Daar is nu een internationale, zelfs een wereldwijde database in de ontwikkeling. Dat lijkt me ook toch een belangrijk fenomeen om hier wel degelijk op te richten. Oké. Ik ga nog even eerst naar Karine, dan kom ik zo bij Bas terug om te kijken of die op reageren. Als we het even koppelen met het verhaal van Wilkinson. En dan het verhaal van Wilkinson is dat toenemende verschillen in inkomen of vermogen leiden tot toenemende verschillen in status en daarmee ook tot toenemende verschillen in welbevinden en gezondheid. Mag je dus ook omgekeerd zeggen, als we deze drie verhalen horen, dat nu de gezondheidsverschillen in Nederland licht lijken toe te nemen, dat eigenlijk toe te rekenen valt aan de toegenomen verschillen in vermogen? Is er iets te zeggen over het verband tussen de twee verhalen van Paul en van Bas en jouw verhaal? Nou, ik denk dat die toenemende verschillen in vermogen helpen in ieder geval niet om de gezondheidsverschillen te verkleinen. Dus in dat opzicht heeft het wel degelijk iets met elkaar te maken. Of het echt de oorzaak is van een mogelijke toename, dat vind ik moeilijk te zeggen. Omdat daar, nou ja, ik ben toch even wetenschapper, daar heel weinig empirisch bewijs voor is. Dat hebben we nog niet goed onderzocht. Heeft ook te maken met een punt wat Richard Wilkinson aanstipt ook. Dat wij in Nederland natuurlijk wat betreft levensverwachting bijvoorbeeld al heel hoog in de top zitten. En dan zijn er hele andere mechanismen in dit soort samenlevingen die die levensverwachting nog verder drijven. En dat is bijvoorbeeld
de sterfte op hele hoge leeftijd. En dat hangt misschien wel veel minder samen met dit soort grote statusverschillen. Dus ik denk dat het een verklaring kan zijn, maar ik denk niet dat het de enige verklaring kan zijn. Of zou je niet misschien moeten zeggen, als ik je verhaal goed begrijp, eigenlijk vermogen of inkomen in Nederland doet er eigenlijk niet zoveel toe. Het gaat vooral om opleiding. De verschillen worden eerder veroorzaakt door opleidingsverschillen dan door vermogens- en inkomensverschillen. Zouden we niet meer naar die opleiding moeten kijken dan naar het vermogen voorlopig in Nederland? Ja, dat is natuurlijk. Kijk, voor opleiding zie je grotere verschillen in Nederland naar gezondheid dan in inkomen. En dat heeft heel veel te maken met dat gedrag, wat een hele belangrijke onderliggende factor is, dat veel sterker gedifferentieerd is naar opleiding dan naar inkomen. Dus ik denk dat dat statusaspect, dat speelt natuurlijk ook heel duidelijk bij dat inkomen. Hè? Dat is er heel duidelijk aan gerelateerd. Dus je zou het ook kunnen opvatten als een suggestie om in Nederland voor dat inkomen veel meer te kijken. Een indicator te gebruiken om die gezondheidsverschillen te bekijken. We zitten al heel erg monomaan op dat opleidingsniveau te focussen. Misschien moeten we ook naar die opleiding kijken. Oké, we hebben meer lantaarns nodig, meer lichtbundels. Bas, kan jij iets zeggen over het verband tussen het verhaal van Wilkerson? Nee, is daar een verband tussen? Heb je daar gegevens over of zijn we daar nog even dronken als op dat andere opzicht? Ik denk dat het verband op dit moment tussen vermogensongelijkheid en deze vraagstukken niet zo sterk is. Ja, omdat het verband tussen inkomen en deze problemen veel groter en duidelijker is, evidenter is dan tussen vermogen en deze vraagstukken. Maar zoals ik net al aangaf, ik denk dat in de toekomst dat zou kunnen veranderen, dat die link sterker wordt, omdat met de versobering van de verzorgingsstaat steeds meer mensen juist op deze punten hun vermogen moeten aanspreken om investeringen te kunnen doen. En je noemde net het onderwijs. Als je kijkt naar het onderwijs, tot nu toe werd het in belangrijke mate vergoed. Maar nu zullen mensen die een investering willen doen in een aanvullende master, in een opleiding voor kinderen in het buitenland, maar ook een opleiding bij schroevers of een intensieve huiswerkklas, en die zullen moeten investeren. Dat zijn veel te grote bedragen, 10.000, 15.000 euro voor gewone huishoudens om uit hun inkomen te betalen. Dus ze moeten daarvoor een beroep doen in toenemende mate op hun vermogen. En zo ontstaat er wel een link tussen vermogenspositie en vermogensverdeling en onderwijs. En dan wordt die band dan toch sterker. Oké, maar dit is nog speculatie, hè? Ik ga nu even naar de vraag, is het erg of niet? Want ik ga even ook aan de andere kant van het schip hangen, want ik vind het iets te gemakkelijk allemaal in de richting van meer gelijkheid en grote somberheid. Want laten we even beginnen met Wilkerson legt een hele zware claim neer. Uiteindelijk zou iedereen in de samenleving slechter af zijn bij toenemende inkomens- of vermogensongelijkheid. Dat verschil wordt in zijn verhaal niet gemaakt. Maar kun je toch niet zeggen dat bepaalde vormen van ongelijkheid ook positieve effecten hebben? Kijk even naar jou, Paul. Jij bent de econoom in het gezelschap, of het meeste econoom. Kun je niet zeggen dat... Dank je. Als ik de economen begrijp, is een zekere mate van verschil in inkomen is ook heel bevorderlijk, omdat mensen dan geprikkeld worden om meer en harder te werken. We hebben experimenten gehad met het reëel bestaande socialisme. Dat was misschien wel een grote mate van gelijkheid, maar of dat ook tot grote mate van welbevinden en welvaart leidde, was zeer de vraag. Is er misschien iets van een break-even point? Is dat 1 tot 12, zoals bij de Zwitsers? Of de Zwitsers dachten? Of is het 1 tot 5, zoals Penn, geloof ik, ooit gezegd heeft? Weten we daar meer van? Nou, dat laatste niet, vrees ik, dat we dat weten. Maar je hebt het volkomen gelijk als je zegt, het gaat om een zekere ongelijkheid. Ik denk dat er ook eigenlijk niemand is die nog serieus ervoor pleit dat iedereen evenveel inkomen zou moeten hebben, ongeacht wat hij doet of wat hij presteert of hoe hij zich inspant. Maar ik denk dat we in toenemende mate ons er bewust van zijn geworden dat hoewel een zekere inkomensongelijkheid wenselijk is om prikkels te geven, wat ook een belangrijk motief was voor overheidsbeleid om niet meer in te zetten op nivellering in de afgelopen pakweg 30 jaar, dat we nu inmiddels ook weten uit veel onderzoek dat een te grote ongelijkheid ook weer perverse effecten kan hebben, ook puur economisch. De topinkomens in het bedrijfsleven kunnen inderdaad ook verkeerde prikkels geven. Dat is natuurlijk precies de reden waarom minister Dijsselbloem nu ook de bonussen in de bankensector wil gaan beperken. Of dat effectief is, daar wil ik even buiten blijven, dat moeten we nog afwachten. Maar de gedachte is natuurlijk wel, prikkels kunnen goed werken, kunnen mensen stimuleren om datgene te doen wat voor henzelf en wat voor de samenleving goed is. Maar prikkels kunnen ook gewoon verkeerd werken. En dat leidt het ook tot... Maar nu even de situatie in Nederland. Je liet hele mooie dingen zien over de verhoudingen tussen de inkomensverschillen. Zitten we nou aan de verkeerde kant van de prikkels of aan de goede kant? Ja, dat kan je dus niet zo in algemene zin zeggen. Want zoals ik heb aangegeven, voor de grote middengroep
valt het wel mee met de ongelijkheid in Nederland. En ik denk dat we daar waarschijnlijk ook internationaal nog steeds vrij laag scoren. Maar de uitersten van de verdeling zijn wel degelijk zodanig uit elkaar gegroeid dat daar serieuze problemen kunnen gaan ontstaan. Ik denk zowel uit economische overweging, verkeerde prikkels inderdaad, maar ook uit sociale overweging, dat misschien mensen aan de onderkant toch qua koopkracht zover zijn achtergebleven, dat ze daardoor niet meer aan al die dingen kunnen deelnemen, inclusief zaken als onderwijs, die ook uit maatschappelijk oogpunt van groot belang zijn. Dat zou betekenen in termen van Wilkinson dat de piramide in Nederland smaller wordt. Als ik het goed begrijp, is het probleem als de top, dat is iets wat jullie allebei zeiden, de verschillen tussen de top en de onderste lagen nemen toe, waardoor de piramide smaller wordt. En dan zou het effect zijn, volgens Wilkinson, dat uiteindelijk daardoor de status anxieties toenemen en de mogelijkheden. Karine, is daar enig empirisch bewijs voor? Wilkinson had een aantal data over status anxiety. Doe je dat soort onderzoek? Kun je in Nederland, zou je kunnen laten zien dat mensen meer statusangstig worden of meer narcistisch misschien? Doe je onderzoek naar narcisme in Nederland? Nee, dat doen we niet. Maar ik denk dat het wel heel interessant zou zijn om daar meer achter dat causale mechanisme te komen. Om inderdaad empirisch bewijs te vinden dat het ook inderdaad zo werkt. Oké, we gaan even naar de vraag. Ik zit even te twijfelen wat ik nog. Narcisme is niet een thema wat we onderzoeken. Wel bijvoorbeeld discriminatie. En dat kan hier natuurlijk ook een rol spelen. Daar hebben we het in Nederland liever niet over. Dat zien we bij etnische minderheidsgroepen wel heel sterk. Dat de problemen van depressie komen daar heel veel voor, met name bij de Turkse Marokkaanse groep. En we zien in onderzoek dat dat te maken heeft, in hoge mate te maken heeft, met het feit dat mensen zich gediscrimineerd voelen. En dat is natuurlijk ook wel zo'n uiting van zo'n mechanisme, van dan niet in termen van hoog-laag inkomen, maar wel van uitsluiting, wat een direct effect heeft op de gezondheid. Oké. We gaan even naar de laatste onderdeel. Er zitten hier ontzettend veel beleidsmakers in de zaal. Dus de interessante vraag is van, moeten we überhaupt dat dan doen? En wat zou je moeten doen? Eerst maar eens even de vraag, is het zo erg dat er beleid moet worden gemaakt? Ik begin weer even jou met Karine. Ik weet niet of hij in de zaal zit, maar als Paul Frisse er is, en we hadden een microfoon gehad, dan was hij ongetwijfeld naar voren gelopen. En had hij gezegd, alles goed en wel. Maar wat we niet moeten hebben is een overheid die langzaam maar zeker steeds verder achter de deur gaat komen. Er is ook een recht van mensen om groots, meeslepend en kort te leven. En als mensen veel willen drinken en veel willen roken en zeppen, dan is dat hun goed recht. Dus even de vraag, je laat een aantal van die verschillen zien, maar is dat niet eigenlijk de individuele vrijheid een groter goed dan 7 jaar langer of korter leven? Ja. Nou, op het gebied van groots en meeslepend doen wij hoger opgeleiden de laatste jaren heel goed, hè? Want we drinken heel veel. Veel meer dan de laag opgeleide. Maar het is vast allemaal rode wijn, want we worden er ook heel oud mee. Ja, maar het probleem drinken komt er ook wel veel voor. Ik raad u aan het rapport van de gemeente Amsterdam van deze week eens te bekijken, waarbij je ziet dat in het centrum van Amsterdam, daar zitten de probleemdrinkers. Dat is op zich wel interessant dat we hard bezig zijn. De hoogste dichtheid van cafés natuurlijk. Ja, we zijn de kloof aan het verkleinen. Dat zou een interessante beleidsmaatregel zijn. Dus we moeten geen anti-alcoholbeleid voeren voor de hoogopgeleide. Als we willen dat het op die manier verkleint, ja. Maar dat is denk ik wel de essentie. We moeten daar expliciet over zijn. We zijn zo weinig in discussie over wat we aan maatregelen zouden moeten nemen. Ik denk dat Paul Frisse gelijk heeft. Als je kijkt naar wat je zou moeten doen om die verschillen te verkleinen. Dat je heel veel mensen die je wil ondersteunen bij gedragsverandering, bij wijze van spreken aan de hand zou moeten nemen om de gewenste gedragsverandering vanuit gezondheid te nemen. Ja, willen we zover gaan? Ik heb daar als wetenschapper niet een oordeel over, maar het is wel een debat wat we maatschappelijk moeten voeren. Oké, als jij, dus even de Sinterklaasvraag. Als jij het 1 dag voor het zeggen zou hebben, of laten we zeggen 3 weken. Sinterklaas is 3 weken in Nederland. Als je 3 weken voor het zeggen zou hebben op het ministerie van Volksgezondheid, welke beleidsmaatregel zou jij met prioriteit invoeren? Ik had een paar weken geleden gezegd een veel strenger rookbeleid. En ik denk langzamerhand, maar het is juist een beetje haaks op de discussie die we hier hebben, dat we misschien meer zouden moeten kijken naar de onderkant van de samenleving. En dat sluit denk ik ook goed aan bij een aantal dingen die Paul de Beer zei, waarbij je ziet dat aan de onderkant van de samenleving de inkomens er niet op vooruit zijn gegaan, zelfs gedaald. Wij zagen dat ook heel sterk in dat krachtwijkenverhaal, dat je daar juist enorme verslechteringen ziet onder invloed van de crisis, behalve daar waar intensief wordt ingegrepen. En ik denk dat we in Nederland erg weinig oog hebben voor die groepen, waar eigenlijk de huidige situatie het meest hard aankomt, ook voor wat betreft gezondheid.
Dus dat zou betekenen, jij als volksgezondheidsspecialist zegt, inkomensbeleid voor de, voor de onderste 10%. Ja. Dankjewel. Ik wil dezelfde vraag aan de andere twee stellen. Ik begin even met Paul. Je had een aantal beleidsmaatregelen. Je had er 5 of 6. En 1 integreerde mij enorm. Namelijk het bevorderen van meer verdienerschap. Zou dat betekenen dat de overheid een soort e-matching moet gaan doen voor 1-verdieners? Nou, 1-verdieners hoeven natuurlijk niet mensen zijn die alleenstaande zijn. Hè? Dat zijn juist vaak kostwinners, traditionele kostwinners, die in eentje voor het huishouden moeten zorgen. Dus die zijn al gematcht. En ik ga niet bepleiten dat ze moeten gaan scheiden om te trouwen met iemand die al een inkomen heeft. Dat lijkt me geen goed idee. Dat is niet goed voor de gezondheid. Nee. Het lastige van deze aanbeveling is dat die ook het minst concreet is. Want het staat niet eenvoudig aan te geven hoe je dat moet doen. En alle belastingmaatregelen die in de loop van de tijd zijn doorgevoerd en maatregelen in de bijstand hebben hier waarschijnlijk nauwelijks effect op gehad. Het zijn waarschijnlijk niet primair de financiële prikkels. Want die mensen hebben in feite al voldoende financiële prikkels, omdat ze arm zijn. Dus ik zou toch niet, als ik 1 dag minister van Sociale Zaken zou zijn, zou ik toch niet op dat terrein iets doen. Dan zou ik inderdaad een maatregel nemen die heel simpel is door te voeren. En dat was mijn voorlaatste aanbeveling. Mijn twee na laatste aanbeveling, namelijk. Koppel het sociaal minimumniveau aan het mediane huishoudensinkomen. Dus zorg dat mensen aan de onderkant vanzelf meegroeien met de gemiddelde welvaartsontwikkeling in ons land. Want dat blijkt eigenlijk ook uit alle onderzoeken. Die onderkant is gewoon de afgelopen 30 jaar stap voor stap achtergeraakt bij het gemiddelde in ons land. En dat moeten we denk ik gaan corrigeren. Oké, dankjewel. Nou, consensus tussen 2 ministers al, hè? Ja. Of dat in het huidige kabinet ook het geval zou zijn, vraag ik me af eerlijk gezegd, gezien de aard van de 2 ministers. Bas, jij als laatste, je had ook een fascinerend. Als ik jou goed lees, dan zou een van de maatregelen die we zouden moeten nemen is mediabeleid. Specifiek gericht op de Mol, Berlusconi en Murdoch. Klopt dat? Nee. Niet het eerste waar je aan denkt? Nee, in algemene zin denk ik wel dat het tijd is om te gaan nadenken over beleid over vermogensverdeling. Het is in feite een 3-ledig probleem dat er is. Het zijn de grote schulden aan de onderkant. Dan heb ik het niet zozeer over de mensen met een hoge hypotheekschuld en een hoog inkomen. Daar zit niet echt het probleem. En weet ik ook uit eigen ervaring, weet ik dat ook, dat dat nog wel te overkomen is. Maar het gaat om de mensen met een laag inkomen en met die schulden hebben gemaakt, bijvoorbeeld door middel van consumptief krediet, een grote groep. Tweede is, de 60% van de Nederlanders die geen vermogen heeft en niet die investeringen kan doen. We hadden het net over onderwijs, je zegt dat de speculatie over de toekomst. Ik denk dat dat nu in feite in belangrijke mate realiteit is. En het derde is helemaal aan de top. De toegenomen volatiliteit die je ziet op markten, speculatie, die heeft in belangrijke mate te maken, zo weten we uit recent onderzoek, met de grote vermogensongelijkheid. Wat zou je eraan kunnen doen? En je zou moeten kijken, ik liet de cijfers zien van de belastingheffing op vermogen. Die is in Nederland niet hoog en zelfs substantieel afgenomen. Als je nou kijkt, we gaan er met elkaar van uit. We hebben bepaalde publieke voorzieningen hebben we nodig. We moeten het geld vinden om onderwijs, gezondheidszorg enzovoort te betalen. Waar komt dat vandaan? De belasting op arbeid is hoog, misschien te hoog. En de belasting op consumptie is hoog. We constateren dat het grote probleem op dit moment om uit de economische recessie te komen is een gebrek aan consumentenvertrouwen. Daar zou je iets aan kunnen doen. Niet door de btw te verhogen of accijnzen te verhogen. Integendeel, maar door eens serieus te kijken naar de mogelijkheid om de belasting op vermogen te verhogen. Je doet daar weinig mensen kwaad mee. Want zoals ik niet zie, weinig mensen hebben vermogen in Nederland. Maar het heeft een enorme potentiële opbrengst. En dit ging om 2 procentpunten van het bruto binnenlands product. Het verschil tussen Nederland en de Angelsaksische landen. En dan zou je dus op een hele eenvoudige manier, zonder een 80-90% van de huishoudens te treffen, zou je grofweg een 6 miljard per jaar kunnen binnenhalen. En allerlei toch wat ellendige bezuinigingsmaatregelen of het verhogen van de belasting op consumptie achterwege kunnen laten. Het herinvoeren van de vermogensbelasting of het verhogen ervan of zelfs misschien wel de successierechten verhogen. Sommige mensen zouden zeggen nivelleren is een feestje, maar goed, deze heren. Nee, want ik laat de morele beschouwingen, die laat ik verder helemaal buiten beschouwing. Het gaat om sociaal-economische effecten. Oké, zeer bedankt. Ik wou graag, I'd like to ask Professor Wilkinson to join us at the podium. Professor Wilkinson, having listened to the panel and the short discussion that we've had, would you like to share some reflections or suggestions or any comments or surprises from across the channel?
Thank you. I have a few comments. First, in relation to issues to do with the gross differences in wealth. I don't know where your international comparisons came from. I know that the Luxembourg income study, which has been the best source of income inequality comparisons internationally, is slowly putting together a Luxembourg wealth comparison. It gets the individual returns from income surveys or wealth surveys from each country, and then it tries to make the definitions comparable, which is extremely difficult. I have always assumed that the things I was showing you are to do with material inequalities in general, whether measured in income or the greater inequality of wealth differences. I have seen one study looking at wealth inequality internationally compared to health, and it looks rather similar to the graphs I showed you on income inequality. The relationship actually in that study was a bit closer than the ones, the study looking at health in relation to wealth inequality internationally was a bit closer than the ones looking at income inequality in relation to health internationally. I didn't know the source of the data used in the study, but I happened to be in New York, and so I asked the director of the Luxembourg Income Study that is now based in New York, and she said it was the best data they had on international comparisons of wealth inequality. So whether or not the Netherlands is one of the most unequal countries in terms of wealth distribution, it looks to me from that study as if one should consider it as part of the overall the overall picture of material inequality, which may be contributing to the sort of things I was showing you. But it's not clear until we have more data, more comparable data for more countries. Would you have any suggestions for policymakers? Well, I'm sure that it's a good... I mean, one of the awful things, I think, about the bonus culture is we're going to set up new dynasties of families with children who are not going to have to work, and grandchildren and so on. We do need those death duties and wealth taxes. What, from the 1930s onwards, made us more equal and less class-bound societies was partly those death duties. And they've been reduced in so many countries, and I think the long-run consequences are likely to be damaging. The issue of measuring income inequalities by households or individuals, I suspect that may also be more complicated than it apparently looks. I mean, often people say that some of the growth of income inequalities in some countries is due to more households with two people earning and more households with no one earning, a greater differentiation like that. But I suspect that greater assortative mating, i.e. from what social group you choose your partner, is influenced partly by differences in income and wealth. And I know Robert Frank has the results of some a research study. In his book Falling Behind, he mentions something about women being more likely to work and add to their married women being more likely to work and add to their household income if their brother-in-laws, I think, are earning more than their husbands, something like that. That there are those rather complicated effects that may affect and have feedback effects between whether you're measuring income inequality between individuals or households. But I don't know, but I think it's something that has to be thought about. One final thought, please. What? One final thought, because... Oh, no, I must have two more final thoughts. Well, okay, I'll leave out my remarks about Karen's thing. You're in between us and the drinks. So. Look, the data I showed you where we put it all together into one index of our health and social problems, that is linear, at least until you get to the Scandinavian countries. We don't know what happens if we become more equal than that. We don't have the data. But you are not as equal as some of the other countries, and it doesn't really matter whether you're a bit more or less equal than you think you are.
You know the direction that it's beneficial to move in. But overall, you know, we shouldn't be thinking about this in terms of health or any other individual outcome. These problems have common roots. We know not only that they are more common at the bottom of the social ladder related to relative deprivation, but if you increase the hierarchy, they get worse. But the main problem is this social deficit. You know, if you look at health, the importance of friendship, a study of a meta-analysis of 150 studies of friendship and health shows that whether or not you have friends is more important, or at least as important, as whether or not you smoke to survival in a follow-up period. It's not a vague kind of factor. The other risk factors for health are intensely social too, like your social position and your early childhood social environment and things like that. Thank you very much. If you look at studies of happiness, it's the social involvement that matters. Talking about social involvement and networks, we have one final issue at the program, which is very social, and I would hate to stand between the audience and that point. Dames en heren, hiermee zijn we aan het eind gekomen van de WER-lecture. Graag een applaus voor alle vier de sprekers. Er zijn tenminste twee vervolgactiviteiten. In de loop van het komend jaar zal de WER een bundel uitbrengen over geld en gelijkheid, waar een aantal van deze thema's verder zal worden uitgediept. Maar wat misschien nog wel het belangrijkste is op korte termijn, is dat er nu hier beneden in het souterrain ook een borrel plaatsvindt, waar u uitgebreid uw social involvement verder kan versterken en waar ik u graag voor uitnodig. Hartelijk dank voor uw komst en voor straks wel thuis.